toekomst is groot. Deze mensen zien daar eindeloos naar uit. Ik heb de afgelopen 2-3 maanden al een paar keer veteranen gesproken. Die zeggen, het gaat toch wel door, het is er wel. Het is voor hen heel belangrijk en wij vinden het ook belangrijk om aan die Haagse veteranen deze avond aan te bieden. De avond is voor veteranen die hebben deelgenomen aan een van de VN-missies in de periode van 1948 tot 1988. Ik ben in Libanon gezeten, in 81 en 82. Ik heb namelijk 3,5 jaar zelf in het Jappenkamp gezeten. Daarna moest ik in dienst. Veteranen! Voor het eerst wordt dit jaar aan 30 veteranen het draaginsigne Nobelprijs voor VN-militairen uitgereikt. Ja, gefeliciteerd. Bedankt. Ik had wel mijn compère meegenomen, maar het is hier zo benauwd. Dus voordat ik wist, stond ik op het podium. En ik heb hem, ik ben er blij mee. Voor Johannes Frederik de Witte is het een belangrijke avond. Ja, het gevoel van kameraadschap, dat mis je wel in de burgermaatschappij.